Maar voorzitter, het kan niet alleen met mooie woorden en beloftes alleen blijven. Dus daarom ook meteen mijn eerste concrete vragen. Wanneer kunnen we dat verwachten, omdat het zo belangrijk is dat het nu ook daadwerkelijk gebeurt? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik doe dit met een zwaar hart. Ik heb letterlijk even terug zitten luisteren. En ik heb even een vraag naar mevrouw Kuiken, want u vroeg aan de minister wanneer. En corrigeer me als ik het fout heb, maar ik heb het echt teruggeluisterd. Zei u dat nou, die zin, met een zogenaamd Surinaams accent? Nou, als dat er naar klonk, dan spijt me dat zeer. Dat was niet mijn bedoeling. Ik ben heel slecht in het nadoen van mensen. Het spijt me heel erg als dat zo klonk. Meneer El Yassini. Nee, ik vroeg het me af. Ik wilde het even weten, want... Nou, ik heb het nog eens een keer teruggeluisterd, maar dan zal ik mijn collega's ook wel even vragen. Maar het klonk nogal met een wee. Dus ik ben benieuwd of dat als grap was bedoeld, of dat het per ongeluk was, of dat het iets anders was. Maar kan mevrouw Kuiken mij verzekeren dat dat niet een accent is wat ze heeft proberen na te doen? Want dat klonk, want ik heb het echt nogmaals, ik heb het teruggeluisterd. En ik zal de collega's vragen om dat ook nog even te doen. Maar kan ze verzekeren dat het niet het geval was? Mevrouw Kuiken. Ik neem het van u aan dat ik dat dus niet goed heb gedaan, maar het was geen zins mijn bedoeling om in dit debat uitgerekend zoiets stupide te doen. Dank u wel. Volgens mij is de antwoord. Dus, mevrouw Kuiken, ja, die gaat haar inbreng vervolgen. De heer Kuzu. Voorzitter, op het moment dat ik daarover zou gaan, zou ik daar een antwoord op hebben. Stuur uw vraag naar een Turks parlementslid. Ik ben parlementariër Nederland. Doei. Oké, mevrouw de voorzitter, dat kan, maar we spreken vaker in, mevrouw de voorzitter, in tweede instantie, we spreken vaker over wat andere landen wel en niet doen als het gaat om mensenrechten. Ik zou graag aan de heer Kuzu willen vragen, wat vindt hij daarvan? Zou hij zoiets, een oproep, als ik die dan zou doen, zou hij hem met mij willen steunen? Nou, de heer Kuzu die loopt terug naar zijn stoel, dus die heeft geen behoefte om een antwoord te geven. Dat is... Dat is niet democratisch. Zo werken we hier in Nederland niet, mevrouw de voorzitter. Ik zou toch wel de heer Kuzu willen vragen om te reageren. Mag ook vanuit de interruptiemicrofoon, hoor. Want het is toch altijd belangrijk om dat debat zat met elkaar te voorzitter, blijven ik ben voeren. Het zat dat een Kamerlid, hier in dit geval van het CDA, mij dat soort vragen stelt om zeg maar de link te leggen van een zogenaamd ander belang dan het belang van Nederland. Ik ben daar gewoon helemaal klaar mee. Ik wens daar geen antwoord op te geven. Klaar. Okay. Ietsje meer vertrouwen en ietsje meer doorpakken in de reflectie. Want ik denk dat wij politici hier gekozen zijn om dat namens het volk te doen. En dat we dat niet kunnen afschuiven naar een commissie die aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. De heer Dijkhoff. Ja, voorzitter, als ik naar de kleding van mevrouw Arendt krijg, klinkt het als een aanbod dat ik niet kan weigeren. Maar de intimidatiefactor neemt iets af omdat ik niet verwacht van haar een paardenhoofd in mijn bed te vinden. Zeker niet. Daarom, dus van haar. Nee. Houdt zich niet aan de wet. Kan de minister-president misschien een beetje beter opletten in plaats van op zijn telefoon te kijken? Oh, hij hoort alles. Het lijkt me namelijk niet zo'n goed signaal als de overheid zich niet aan de wet houdt. Nota bene als het gaat om collectieve waarden waar we met z'n allen van afhankelijk zijn. Waar onze kinderen van afhankelijk zijn. De minister-president zit nog steeds op de telefoon te fritten, voorzitter. Ik vind het echt een heel slecht signaal. Hij hoort alles, maar hij is er niet van onder de indruk. Wat voor signaal is het aan burgers? Ik durf zijn telefoon niet in beslag te nemen, want ik weet niet wat voor berichten allemaal binnenkomen. Ja, maar ik doe wel beroepen op de premier om goed te luisteren naar de inbreng van alle Kamerleden. Goed. Voorzitter, laten we zeggen dat het veelzeggend is. Daar zit ze, de sluipmoordenaar van de agrarische sector. Terwijl onze boeren op de rand van de afgrond staan... Mag ik heel even? ...doet minister Schouten Mag er ik alles heel aan... even? U gaat toch niet de minister sluipmoordenaar noemen? Van de agrarische sector? Nee, dat kan niet. Neem het terug. Dit kan echt niet. Het gaat te ver. Ik neem dat niet terug. Nou, dan vind ik het echt stuitend dat u dat zegt. Daarvan neem ik dan kennis. Terwijl onze boeren op de rand van de afgrond staan, doet minister Schouten er alles aan. Ja, ze eraf te duwen. De heer Geurts. Ja, voorzitter, ik vind deze aantijging echt niet kunnen. En ik ondersteun de oproep van onze Kamervoorzitter om deze woorden mee te nemen. Om die terug te nemen.
Dit kan echt niet. U kunt, zegt de heer tegen Baudet, de minister niet zo betitelen in uw eerste zin. Kan echt niet. U heeft er ook geen onderbouwing nog voor kunnen geven. Maar ik verzoek u om dit gewoon terug te nemen. Ik zou echt beroep op u willen doen om die woorden terug te nemen. U kunt het niet eens zijn met het beleid van de minister. Inhoudelijk, het beleid van mij heeft u alle ruimte om dat af te kraken. Maar iemand voor sluipmoordenaar uit te maken, vind ik gewoon niet kunnen. Dus ik denk dat het goed is als u dat gewoon doet. Ik vind het beleid niet kunnen. Ik vind het beleid niet kunnen wat wordt gemaakt in Nederland. Ik vind de besluiten die worden genomen niet kunnen. En ik vind dat er een sluipmoord wordt ondernomen op onze agrarische sector. En ik hou daar degene die dat beleid maakt voor verantwoordelijk. En ik denk niet alleen dat dat mijn recht is, maar zelfs mijn plicht. Want het is onze taak als volksvertegenwoordigers om op het scherp van de snede beleid te bekritiseren, om alternatieven voor te stellen en om op te komen voor de mensen in Nederland. Ja, maar niet om een minister voor sluipmoordenaar uit te maken. Dat kan gewoon niet. De heer Moorlach. Ja, voorzitter, als de heer Baudet dit niet terugneemt, heb ik wel even behoefte aan een korte schorsing om met de collega's te overleggen. De heer Futselaar. Ja, voorzitter, een kind dat voortdurend om aandacht schreeuwt, moet je niet belonen met die aandacht. Wat mij betreft gaan we gewoon door. Vind ik ook goed. Mevrouw Allehand. Ja, voorzitter, ik wilde u graag steunen. Ik denk dat het goed is dat de voorzitter de heer Baudet heeft gevraagd om de woorden terug te nemen. Ik hou zelf ook van hele scherpe duidingen. Die vrijheid moet er zijn. Maar er zijn ook grenzen. Dus dank voor de opmerking van de voorzitter. Die ondersteun ik ook. En tegelijk ondersteun ik ook de heer Futselaar. Niet te veel aandacht verder meer aan besteden. Ik heb een voorstel. Ik zeg mijn eerste zin opnieuw. Er wordt een sluipmoord op de agrarische sector uitgevoerd. En de... Nee. De vraag is, neemt u dat woord terug? Want uw uitspraak was gericht op de minister als persoon, als minister, als mens. En als u dat niet terugneemt, ja, dat vind ik dan ontzettend jammer. En ik vind dat gewoon schofferend in het parlement, maar ook naar de minister. Daarvan neem ik kennis, maar ik neem dat niet terug. Ik doe wel een voorstel voor een alternatieve eerste zin. En die heb ik net al uitgesproken. Ik kan nog een keer uitspreken als u dat beter vindt. We gaan naar de heer Harbers van de VVD. Punt van orde. Nee, het is geen punt van orde. U wilt gewoon een derde interruptie regelen. Prove me wrong. Ik vind het eerlijk gezegd wel een punt van orde. Nou, gaat u gang. Want hier wordt namelijk met één veeg even... Nee, dat is gewoon inhoudelijk. Dat is geen punt van orde wat u gaat maken. Terzijde geschoven. Nee, het is geen punt van orde. Terwijl al 50 jaar lang klimaatmodellen aangeven... Ja, maar dat is geen punt van orde dus. Dat is gewoon een inhoudelijke deel 3 van uw interruptie. We gaan luisteren naar de heer Harbers. Het woord is aan u. Miljoenen mensen, Nederlanders dat gezien hebben, dat hij heeft gezegd... en het is allemaal picobello op orde met die opschaling van die bron- en contactonderzoek. En de GGD's doen het geweldig. En één dag daarna bleek dat niet zo te zijn en stond hij in zijn hemd. Hij ziet er overigens, voorzitter, en ook dat gun ik hem niet voor iemand die net op vakantie is geweest. Ik zei net tegen een collega, hij ziet lijkwit er slecht uit, die minister van Volksgezondheid. Hij ziet er gestrest uit. Hij ziet er nooit. Niet relaxed uit. Ja, je kunt er een grap over maken, maar hij ziet er niet uit. En ik zeg het u, meneer de minister-president. Ja? En overigens, ik heb hem nooit bruiner gezien dan vandaag, Hugo de Jonge. Dus ik ben het niet eens met zijn medisch oordeel. De heer Wilders. Voorzitter, laat ik dan tenslotte zeggen dat... maar mag ik u eens vragen dan? Waar was u dan bij de heer Grapperhaus? Nee, hij loopt nu snel weer naar zijn bankje toe. Ik snap het, vervelende vraag. Maar bij de heer Grapperhaus. Meneer Grapperhaus heeft de wet overtreden. Heeft anderhalve met heel Nederland heeft het kunnen zien. Als u zo bent voor gelijke monniken, gelijke kappen, waarom heeft u niet geëist dat hij of aftreedt of dat hij alsnog vervolgd wordt door het Openbaar Ministerie? Waarom was hij toen stil? Waarom heeft u daar niks gezegd? Volgens mij ben ik in de beurt nu. We hebben urenlang weet ik wat, maar... Ja. Daar heeft u niet de conclusies getrokken. Heeft u niet gedaan. En wat is het einde van het debat? Dat de heer Grapperhaus bleef zitten op zijn stoel en dat hij nul vervolging of boete van het Openbaar Ministerie heeft gekregen. Dus hou op met praatjes en mij de les lezen over niet gelijke kap. Mag erop reageren. Voorzitter, wij hebben in deze Kamer urenlang gedebatteerd over dat incident bij het huwelijk van de heer Grapperhaus. Dus de heer Wilders kan hier niet zeggen dat we toen met z'n allen stil zijn gebleven. Voorzitter, dat spijt me toch. Ik begrijp dat hij nu begrijp ik dat hij snel ging zitten. Want hij heeft gewoon geen antwoord. D66 heeft geen antwoord. Ik heb ook mezelf verkeerd ingeschat. Toen ik foto's terugzag
zowel vorige week als gisteren en vandaag, drong bij mij het besef door. Ik heb het zelf ook beslist niet goed gedaan. Ik liet me meeslepen in de gebeurtenissen van die dag. Het zou kunnen dat er de komende dagen nog meer van die foto's openbaar worden gemaakt en die zullen dat beeld pijnlijk genoeg verder bevestigen. Zoals ik in mijn eerdere statement zei, vandaag weer, het is die dag niet goed gegaan met betrekking tot de coronamaatregelen. Voorzitter, we hebben er thuis over gesproken. We zeiden tegen elkaar, hadden we het maar met z'n tweeën gedaan. Dat wil ik nog gezegd hebben. Voorzitter, de meeste mensen in de samenleving houden zich aan de maatregelen. En ik wil hier heel duidelijk zeggen dat mijn tekortschieten tijdens mijn huwelijk het belang van die maatregelen niet mag doorkruisen, hoe het vanavond ook verder met het debat loopt. En laat één ding duidelijk zijn. Ik sta onverkort achter het coronabeleid dat we met dit kabinet hebben afgesproken en uitvoeren. En dat zal ik ook in de toekomst blijven uitdragen. Dat is natuurlijk de pro-immigratieagenda van de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Sorry voor de zekerheid. Ik ben Jesse Klaver van GroenLinks. Ja. Ik weet niet misschien dat u zich vergist. Maar... Ja, ik dacht dat ik aan het woord was eigenlijk. Ja. Dat naarmate er meer mensen naar Nederland komen door het immigratiebeleid dat u en Hugo de Jonge voorstaan, dat er dan dus ook meer CO2-uitstoot zal zijn als gevolg daarvan. Dat kun je toch niet ontkennen? Eigenlijk voor minder interrupties, dan hebben we minder CO2-uitstoot. Kijk, ik weet niet. Kijk, het zal vast, want ik kan natuurlijk niet. Ik kan niet tippen aan het voorstellingsvermogen van de heer Baudet. Dus het zal vast aan mij liggen dat ik me volstrekt verkeerd uitdruk. Maar er is inderdaad een verband, mensen, in de manier van leven. Als er meer mensen komen, is er meer CO2-uitstoot. Dat heb ik nu al. Dank u wel. Heb ik ongeveer al 16. Dank u wel. Dat was inderdaad het punt dat ik graag bevestigd wilde zien. Heb ik ongeveer 16 keer nu al aangegeven. Dank u wel. Maar het zou fijn. Ik stel voor dat u verder gaat. Nou, voorzitter, hij heeft zojuist mij volledig mogen interviewen. Ik zou graag het punt willen afmaken. Ben ik zo maar klaar? U mag het zo afmaken. Ik geef me ook mijn verzetje om het hierover te mogen hebben. Kijk. Dank voorzitter. Die vraag had ik ook willen stellen, dus dank aan mevrouw Laan daarvoor. Kan ik een andere vraag stellen? Als meneer Van Ooyek 's avonds ter sponde gaat, als hij naar zijn bed gaat, laat hij dan zijn voordeur en achterdeur wagenwijd openstaan of doet hij die dicht? De heer Van Ooyek. Nou, dat hangt een beetje van de temperatuur af. Ik heb toevallig mijn achterdeur gisteravond open laten staan, mevrouw de voorzitter, maar de voordeur was op slot. Ik weet niet wat de heer De Graaf van plan is, maar dat is wel goed dat hij daar rekening mee houdt. Of hij weet waar hij woont. Achterdeur is open, voordeur is op slot. Ja, de heer De Graaf. Ja, nou, dan doe er uw voordeel mee, meneer De Graaf, zou ik zeggen. Ja, nou, ik doe mijn deur altijd goed dicht. En ook de achterdeur doe ik 's nachts dicht. Want dat doe ik namelijk om mijn gezin veilig te houden. Nou, eigenlijk over een verzonnen tweet van de heer Voorlewind vandaag. Hij zegt, minister Kaag zegt ChristenUnie en PvdA toe binnen 2 weken extra fondsen vrij te maken voor de humanitaire hulp voor de vluchtelingen op Lesbos. Ik heb dat volgens mij vandaag niet gehoord. Dus ik vraag nou eigenlijk even via u aan de heer Voorlewind. Ja. Refereert hij nou aan vandaag of ben ik nou abuis? Of wat daarom vind ik u? Het niet altijd handig dat jullie aan jullie telefoon zitten. Dat snap ik, voorzitter. Maar de minister heeft het gehad over de reserves de onderbestedingen die er nog dit jaar zijn. En ze is bereid om te kijken of we daar nog een deel voor de humanitaire hulp aan kunnen besteden. Dat heb ik gehoord, maar misschien heeft u andere dingen gehoord. Nou, gaat u daar maar met elkaar over twitteren, zou ik zeggen. Dank u wel, meneer Voor de Wind. Ja. Kom nou eens met echt een inhoudelijk onderbouwd rapport dat zegt dat het afschaffen van de dividendbelasting in Nederland zinvol is voor het vestigingsklimaat, voor de werkgelegenheid in Nederland. Kom er nou eens bij, want het is gewoon allemaal niet te vinden. Heer Buma. Ze zijn er, ze zijn er wel, want ik heb ze net genoemd. En ik heb die brieven zelf liggen, want u heeft ze zelf ook. Van VNO, Shell heeft het gedaan, economen hebben er ook over geschreven. Ja, en dan blijf ik zeggen... Die er zelf rijk van worden, die zullen er wel voor zijn. Maar geef me nou eens een onderbouwd wetenschappelijk onderzoek. En dat laatste vind ik nou heel erg fout. Want het gaat mij niet om de rijkdom van die bedrijven. Het gaat mij erom dat er achter die bedrijven 2 miljoen mensen zitten die hier baan hebben. Wat betreft die overnames, ik weet, volgens mij heeft
Ja, voorzitter, ik sta hier met stijgende verbazing te luisteren naar de paternalistische en ook de arrogante toon. Het lijkt wel of er een soort profeet aan het spreken is, die weet wat er in de toekomst gaat gebeuren en niemand anders weet het. Ik heb een eenvoudige vraag. Welke bedrijven hebben Nederland verlaten in de afgelopen jaren vanwege dividendbelasting? De heer Buma. Het gaat niet om bedrijven die Nederland om de dividendbelasting hebben verlagen. Het gaat om de toekomst. Het gaat om wat er de komende jaren kan gebeuren. Heeft u wel eens van de Brexit gehoord? Nou, ik wel. Ik wel. En dat heeft een enorm gevolg. Dat is één. Twee, een aantal bedrijven hadden kunnen verdwijnen. Akzo Nobel had gewoon weg kunnen zijn. Had gekund. Dat gaan we voor de toekomst voorkomen. Ik denk aan een bedrijf, een grote onderneming, als die is wel verdwenen, ABN AMRO. Iedereen stond te stijgen dat het gebeurde. Terecht. Voorzitter, ik stelde een korte vraag. En de grote vraag voor u en voor mij... U dwaalt af. Nee. U haalt de hele wereld erbij. Nee, meneer Azarkan. Meneer Azarkan, u leert ook slechte manieren overnemen. Dat is ook... Eén verandering. Wij doen het wel, waar anderen misschien de keuze niet maken. We moeten Azarkan. Hem maken. Ja, voorzitter, graag afrondend. Meneer Buma, u heeft gewoon een ander geloof dan ik. Wat u gelooft namelijk in dit verkwisten van 1,4 miljard euro en ik niet. En dat is het enige wat overblijft. U gelooft erin, ik geloof er niet in. Het is verkwisting van Nederlands belastinggeld niet doen. Ja, dat is toch een beetje een zielige manier van debatteren, vind ik. Echt waar. Want het gaat om een investering die we doen om voor 2 miljoen mensen in Nederland te zorgen dat de beslissing over hun baan hier duurzaam is. Positief verrast dat de heer Omtzigt dus zei, dit is op termijn niet houdbaar. Het was het begin van een soort, inzicht. Dan denk ik van, hey, wacht eens even, er begint iets te gebeuren. En dus is mijn vraag, als dit dan inderdaad niet verandert, is hij er dan inderdaad voor om eruit te treden als het niet verandert? Nou, voorzitter, toch even een paar dingen rechtzetten. Er is één Kamerlid hier, en dat is niet de heer Baudet, die al 6 jaar lang tegen de Europese Centrale Bank, tot irritatie van mijn D66-collega's, zeg ik er maar bij, vertelt. Ik heb geen complimenten van hem gehad, in tegenstelling tot de heer Bosman. Die tot de grote irritatie vertelt, al vanaf het begin van het opkoopprogramma, dat dat op termijn niet kan. En ik blijf me daarbij inzetten dat dat teruggedraaid wordt. Want dat kan gewoon. Wat is dan in uw ogen een termijn als u het al 6 jaar roept? U bent gewoon controlled opposition. Maar niet schreeuwen. Even gewoon. We zijn gewoon in debat met elkaar. Was u klaar met uw antwoord? Hoeveel jaar nog? Nog een jaar? Nog 2 jaar? Ja. Nog 3 jaar? Wanneer? Zeg het maar. De heer Omtzigt. Nou, voorzitter, het interessante is dat de vorige vraag was, waarom begint u nu voor het eerst op? En de vraag erop is, waarom heeft u het er al 6 jaar over? Nou nee, het zijn gradaties. Nee. De laatste keer. Maar het is klaar. Dank u wel, meneer Omtzigt. U was ook klaar. Ja, dit is geen debat. Ik ben klaar. Wij zijn niet 500 jaar bezig met de hervorming van Zuid-Europa. En een gedeelte van Zuid-Europa is wel degelijk aan het hervormen. En als u weet waar ik me zorgen om maak, maak ik me op dit moment meer zorgen om Frankrijk. Mijn vraag is gewoon heel simpel. Hoe lang wilt u het nog aankijken? Daar kunt u toch een antwoord op geven? Voorzitter. Het CDA is hier geloof ik ongeveer de enige fractie. Zelfs de voorman van de PVV stemde niet tegen de toetreding van Griekenland tot de euro. Dus volgens gewoon even mij, voor de... Nee, maar volgens mij heeft u genoeg beelden voor een filmpje. Ik hou hiermee op, want vorige keer is het precies op dezelfde manier gegaan. En dat vond ik ook, achteraf vond ik dat niet goed. Ik ga naar de voorzitter, dan mag hier prima gefilmd worden. Maar het feit dat dan er stukjes uitgeknipt worden... Wij hebben dat tegengestemd. En ik zit hier nog te wachten, voorzitter. Op het eerste wetgevende initiatief van de heer Baudet. Ik heb nog geen initiatiefwet, nog geen amendement, nog geen initiatiefnota gezien terwijl hij hier in de Kamer zat, om een van deze dingen te wijzigen. Sterker nog, toen hij niet in de Kamer zat, heeft hij meer initiatiefnotas hier op de agenda weten te zetten dan toen hij wel in de Kamer zat. Vind ik toch een aardig iets wat hij bereikt heeft. U mag er niet, nee, u mag er helemaal niks op zeggen. Nee, vorige keer heeft u me ook eenzijdig aangevallen en daar een filmpje van gemaakt en dat ga ik niet belonen. De heer Sjoerdsma. Nee, het gaat nu naar, ik ga naar de heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, ik garandeer u dat er in ieder geval door mijn fractie nu niet gefilmd zal worden. Nou, dat mag hoor. Ze kennen mij een beetje, het is onuitzendbaar.
Overwegende dat de Raad van State in haar advies over het functioneren van de Eerste Kamer in tijden van coronacrisis van 17 april 2020 het vaststellen van het quorum op digitale wijze, dus op afstand, mogelijk acht. Verzoekt het presidium binnen 2 weken met een tijdelijke regeling digitaal quorum te komen, zodat leden ook digitaal, dus op afstand, voor de plenaire vergadering kunnen intekenen. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie wordt mede ingediend door de leden Diertens, Klaver, Van S, Sazias, Heerma, Van Haga, Baudet, Kuzu en Krol. De motie wordt eigenlijk voldoende ondersteund, blijkt uit de ondertekening. De heer Wilders. Voorzitter, dit moet toch een grap zijn? Eerst rent de coalitie weg als het om een motie gaat. En nu willen ze niet eens komen om te stemmen. Nu komt er een motie om het quorum te halen, is niet eens meer nodig. Nu, wat dacht u van de rest van Nederland? Die als ze moeten werken en niet thuis kunnen werken, die gewoon naar hun werk toe moeten. Wat dacht u van de mensen die hier de toiletten schoonmaken? Wat dacht u van de mensen die in het restaurant werken hier? Wat dacht u van de bodes hier? Wat dacht u dat die kunnen doen? Dacht u dat die kunnen zeggen van we komen lekker niet? Die moeten gewoon, de normale mensen die moeten werken, die u helpen bij uw werk. Wat dacht u van de tramchauffeur? Wat dacht u van de verpleegster? Wat dacht u van de politieagent? Die moeten gewoon naar hun werk te komen. En dan komt de VVD, voorzitter, ik kan er echt zo kwaad over worden. En die zegt, nou weet je wat, wij zijn Kamerleden, we komen gewoon niet. Met allemaal rotsmoezen. Want het zijn rotsmoezen die niet gelden voor al de mensen die hier werken. Al onze medewerkers. Geldt het niet voor. En u wilt weer een uitzonderingspositie voor de Kamerleden. Waar bent u in hemelsnaam mee bezig? De heer Veldman. Voorzitter, de motie vraagt om het ervoor zorgen dat we digitaal ervoor kunnen zorgen dat het quorum aanwezig is. De 76 leden die aanwezig moeten zijn om hier plenair de vergadering te kunnen houden. De motie zegt niet dat Kamerleden hun werk niet hoeven doen. Kamerleden kunnen op heel veel plekken en op heel veel manieren hun werk doen. Als ze een plenair debat hebben, staan ze hier, zoals u en ik hier nu staan. Maar Kamerleden hebben ook dagen dat ze niet in een debat zitten. Dat ze gewoon gesprekken hebben met mensen. Eerder deden we dat dan gewoon hier op kantoor. En nu, zult u waarschijnlijk herkennen, doe je dat via Zoom, Pexip, Teams, weet ik veel wat voor instrumenten we allemaal hebben, om op afstand met mensen te spreken. Dan is het wat raar dat ik, heb morgen bijvoorbeeld zo'n dag, heb ik geen plenaire afspraken, geen AO's, geen nota overleggen. Dan is het toch wat raar dat ik nu vanavond naar huis ga, Winsen, vlakbij Nijmegen. Dat ik dan morgen weer terug moet komen. Alleen maar om ervoor te zorgen dat er 76 mensen hier in huis zijn, zodat we hier plenair kunnen vergaderen. Om dan vervolgens hier op mijn kamertje de hele dag achter een beeldscherm te zitten en weer naar huis te gaan. Weer diezelfde reisbeweging te maken. Terwijl het kabinet indringend aan iedereen de oproep doet, als u thuis kunt werken, werk dan thuis. En dat kan dus voor een Kamerlid als hij geen plenair debat heeft of geen algemeen overleg heeft. Dan kan ook een Kamerlid gewoon, zoals zoveel andere mensen dat ook kunnen, thuiswerken. De heer Wilders. U moet zich kapot schamen. Dat is wat u moet doen. U moet zich gewoon kapot schamen. U werkt 3 dagen in de week hier. Maandag en vrijdag bent u niet hier, althans hebben we geen vergaderingen. 3 dagen in de week. Dat is een 3-daagse werkweek en daar verdient u 6.000 euro netto voor per maand. Voor 3 dagen hier te komen. En dan zegt u tegen Nederland, weet je wat, ik ga liever thuis zitten Netflixen. Want als ik hier naartoe kom, dan zit ik gewoon hier en dan moet ik hier komen, dan zit ik op mijn kamer. Hoezo zit u op uw kamer? U moet gewoon werken hier. U gaat toch niet op hier op uw kamer naar Netflix zitten kijken? U moet hier gewoon uw werk doen. Ga dossiers lezen, ga brieven beantwoorden, weet ik wat u allemaal doet. En dan zegt u tegen de mensen van nee, die 3 dagen die ik voor 6.000 euro moet werken, bekijk het maar, ik blijf lekker thuis in mijn nest liggen. Ik ga lekker thuis in mijn nest liggen. Dat is wat ik ga doen. En allemaal die mensen hier, nogmaals, de bodes, de mensen in de bibliotheek, iedereen hier, die moet gewoon komen. Terwijl u in uw nest ligt en u niet komt, moeten de gewone mensen gewoon hun werk doen. Dat moeten ze bij de politie, dat moeten ze in de ziekenhuizen, dat moet de tramchauffeur, dat moet de conducteur in de treinen, dat moeten hier alle mensen. En dan zegt de VVD, dikke middelvinger, wij staan boven het gewone volk en wij blijven in ons nest liggen. U moet u kapot schamen en ik hoop dat de kiezer hier keihard mee afrekent. Voorzitter, het is dat het kabinet terecht oproept dat we zo min mogelijk reisbewegingen moeten maken. Maar anders zou ik de heer Wilders graag uitnodigen om de reis aan te gaan naar mij thuis. Mijn werkplek te komen bekijken om precies dat te doen wat de heer Wilders mij vraagt om te doen. Dossiers lezen, mensen spreken, mails beantwoorden, telefoontjes te plegen. Datgene wat een Kamerlid doet naast die plenaire debatten hier. Naast algemene overleggen waarvoor je hier in dit huis moet zijn. Nu de leden zich weer hier hebben verzameld, begin ik even vrij ongebruikelijk met het woord te geven aan de minister. Die heeft een mededeling voor ons. Ja, dank u wel, voorzitter. Tijdens het debat kreeg ik een berichtje van een van mijn medewerkers dat
corona bij de persoon was vastgesteld. En niet vrij snel daarna kreeg ik ook vanuit de corona-app het bericht dat ik meer dan een kwartier in contact was geweest met iemand die corona heeft. Ik heb even navraag gedaan en dat leidt tot het volgende. U bent voor 1 uur klaar, want ik moet nu het debat verlaten en ik moet in quarantaine zoals de regels zijn. Ik voel me overigens prima, dus maakt u zich daar geen zorgen over. Maar ja, dit is de consequenties van de wijze waarop we met elkaar de afspraken hebben gemaakt. En dat betekent dat we het debat nu moeten stoppen en naar ik hoop weer op een snel moment weer het kunnen verder voortzetten. En ik hecht daaraan, u ziet mij zelden op een persconferentie staan freestylen over het al dan niet toedienen van hydroxychloroquine. En dat heeft een reden, namelijk dat politici niet op de stoel van een dokter moeten gaan zitten. Dus ik zou niet weten wat u zou moeten met de testresultaten of met de resultaten van het in academische setting gebruiken van dit spulletje. Het wordt gebruikt, het wordt onderzocht. De behandelrichtlijn is nu, doe het slechts in een ziekenhuissetting en daarbuiten niet. En dat lijkt me buitengewoon verstandig en het is heel verstandig dat de inspectie daarop toeziet. Ja, nog eventjes, per wanneer krijg ik het toegestuurd dan, de resultaten waar de minister nu blijkbaar naar verwijst? Per wanneer krijgen we dat als Kamer? Morgen? Kunnen we het afspreken? Vrijdag? Deze week nog? Nou, als de minister zegt, ik kan het toesturen. Ik wil het met alle liefde toesturen. Okay. Volgens mij heeft het geen haast. Het is ook vrij makkelijk te googlen, denk ik, want het is allemaal nogal openbaar namelijk. Dus, dit Nederlandse onderzoek, hè? Dus u verwijst nu blijkbaar naar een Nederlands onderzoek wat hiernaar gedaan is. Dat zegt u, daar verwijst u naar. Ja. Dat onderzoek wil ik dus graag dan krijgen. U krijgt wat daarover beschikbaar is. Het is overigens de stichting SWAP die dat allemaal bijhoudt. En u krijgt daar alles van wat u daar altijd alles een keer over had willen hebben. Ja. Dan